Wat betekent vrijzinnigheid voor jou? Dat betekent dat ik met zijnsvragen bezig ben. Waarom zijn de dingen zoals ze zijn? Samen, maar op een vrije, maar ook een verantwoordelijke manier. Nadenken, filosoferen of wat dan ook over grote vragen. Met kritische zin over de manier waarop je je leven invult. Hoe ga je om met de verschillen en hoe leef je liefdevol en vredig naast elkaar? En dat het absoluut niet van boven opgelegd wordt. Dat ik me vrij voel, dat ik me niet gebonden voel. Dat zit al in het woord. Vrij en zinnig. Mijn eigen richting kunnen zoeken. Dat ik mezelf kan zijn en dat ik mijn eigen mening mag verkondigen en dat iedereen dat respecteert. Openstaan voor andere mensen. Respect voor de mening van ieder ander. Zonder beperkingen. Interesse in andermans overtuiging. Dat ik zelf kan kiezen. Los van dogmatiek. Leven zonder dogma's. Een volstrekte levensbeschouwelijke openheid. En die ruimte kreeg ik wel bij de vrijzinnigen en kreeg ik dus niet in een kerk. En daar wil je mee in gesprek. Niet om te overtuigen, maar om met van elkaar te leren. Ik vind het gevoel wat ik eigenlijk mijn leven lang al gehad heb. Grote mate van ruimdenkend zijn op spiritueel niveau. Dat alles en iedereen ertoe doet. Dat je altijd aan zelfreflectie doet. En dat je bij alles wat je tegenkomt, je afvraagt, ik oordeel daar nu zo over, maar waarom oordeel ik daar zo over? En op grond van welke informatie doe ik dat? In vrijheid zoeken naar betekenis. En het hart op de goede plaats. Liefdevol. En dat vind ik heel erg leuk van de vrijzinnige als gemeenschap, dat iedereen een heel eigen benadering heeft. En je kan inderdaad uren met anderen praten.